En ik vraag me af, hebben jullie nou naar hem geluisterd? Ja, we hebben niet alleen naar hem geluisterd, we hebben nog veel meer mensen geluisterd. Heb je dan het boek gelezen van Hein Nagels? Ik heb dat boek al gelezen. Ja, want ik ook, maar dan heb je niet geluisterd naar hem. Nee, je hoeft niet alles mee te nemen. Maar ik zie ook gewoon, ik luister ook naar de COA, de Centrale Opvangasiel, de IND. Ik luister naar de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. En dan zie ik bijvoorbeeld, UNHCR zegt gewoon, er is een langdurige opvangcrisis in Nederland. Al dus Casper Veldkamp, even voor duidelijkheid even. Daar ben je. Oh ja. Ja, dat is wel goed. Mensen niet doorhebben wie van hen is. Ik wil even op Natasja. Ik wil even zo raar. Even op Natasja wil ik eventjes aansluiten. Want als je zegt, van volgens mij ligt het probleem ergens anders. En dat zegt Hein de Haas ook. Je moet kijken hoe je je economie inricht als je met migratie omgaat. Wat voor een land willen wij zijn? En dan kan je je migratiebeleid erop aanpassen. Maar welk land we willen zijn, dat kan je helemaal niet terugvinden in het rapport. Dat is precies wel wat land we willen zijn en hoe we om willen gaan met migratie. Precies wat wij ook in ons verkiezingsprogramma hadden staan en breed hebben neergezet in de verkiezingscampagne. Dat het gaat zowel over arbeidsmigratie als studiemigratie als asielmigratie. Hoe lees ik dat dan terug in dat akkoord? Want ik lees het niet. En maar, ja, omdat er heel veel niet in staat, waar je dus het vrij over dat mag is dat denken. De hoofdlijn is het weer, de hoofdlijnen. Ja, dus, ja, ja, dus ik wil wel graag lezen van met arbeidsmigratie. Dan moet je je dus afvragen van wat voor een arbeidsmigrant willen we hebben. En waarom? Wat voor een economie willen wij zijn? Willen wij lage geschoolde arbeiders hebben? Willen we juist inzetten op de ASML-arbeiders? Ja, dat gaat er goed voor. Dat lees je allemaal niet. Nou, dus daar, kijk, er staat wel heel veel wel in over arbeidsmigratie. Er staat heel veel wel in over studiemigratie. Ik ben heel blij dat er zowel arbeids- als studiemigratie als asielmigratie aan de orde is. Maar niet waarom. En, er staat niet waarom. Nee, dus je had er nog het hoofdlijnenakkoord nog 30 pagina's bij gewild. Nee, je kan niet zien naar wat voor een economie je naartoe wil. Dat kan je wel degelijk in hoofdlijnen zetten. Je kan zeggen, wij willen een kenniseconomie zijn. Of wij willen een economie zijn waar vooral voedsel geproduceerd wordt. Staat er niet in. En dat is waarom zo belangrijk is. Wie wordt een nieuwe premier? Hoe doen we dat? Wie worden de nieuwe bewindslieden? Wat wordt dat nieuwe kabinet? Dat extra parlementaire kabinet. Maar op een aantal terreinen wilden de vier formerende partijen, terreinen waar zij aan hechten, een aantal specifieke dingen meegeven. Zoals BBB op het gebied van landbouw. Wij op het gebied van bestuur en bestaanszekerheid en wonen. Dus op een aantal gebieden wil je iets meegeven. Maar er moet ook een verder verhaal ontwikkeld. Dit verhaal is hiermee niet af. He? En dat herken ik. Maar zie ik. Natasja vindt het ook verder. Zegt ze net. Ze vindt het. Nou, ik vind het ook. Ik vraag me ook af, want die vraag die jij net stelde, en dan denk ik, ja, wat voor land wil je zijn? Ja, wat voor land willen we dan zijn, Casper? Nou, ook een land waar je ook op asielmigratie nog steeds ruimte maakt en zal laten en creëren voor mensen die echt een plek nodig hebben. Bijvoorbeeld waar niet aan wordt gemorreld is het VN-vluchtelingenquotum. Wat er jaarlijks is aan vluchtelingen die individueel vervolgd worden die Nederland opneemt. Daar heb ik nergens iets over gehoord, maar het staat er niet in. Dat betekent dus ook dat we er niet aankomen. Minderjarige asielzoekers? Daar is een heel groot probleem aan stijging van het aantal minderjarige asielzoekers. Met name 17-jarige jongens uit relatief veilige landen, zoals Algerije en dergelijke. 14-jarige kinderen die hier aankloppen, worden die dan opgevangen? 38% stijging afgelopen jaar, wat dat betreft. Nu hebben we het over cijfertjes. Daar hebben we het over cijfers. Maar het zijn mensen. Ja, dat zijn mensen. En daar zitten dus ontzettend veel mensen tussen die eigenlijk uit veilige landen komen, een heel lage kans hebben op een inwilliging van een asielaanvraag. En die eigenlijk de boel verstoppen van mensen die het echt nodig hebben. En daar moet dus ruimte weer voor worden gecreëerd. En daar heb je echt wel nodig. Maar ik vraag even aan jullie allebei. Jullie vinden dat het zo prima gaat op dit moment. Dat laat me lekker door. Daar gaat het niet om. Het gaat er niet om of het prima gaat. Het gaat erom van hoe ga je. Hè, op het moment dat je met migratie, op het moment dat je beleid wil maken, dan moet je dus weten waar wil je nou eigenlijk naartoe. Wil ik net ook al zei, wat voor land wil je zijn? En op het moment dat je het over asielmigratie hebt in de rechtsstaat bijvoorbeeld, iedereen heeft recht op rechtsbijstand. Jullie willen dat gaan beperken voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Dat vind ik heftig. Nee, rechtsbijstand blijft er. Het wordt versoberd. Het wordt versoberd. Het is in de Europese richtlijnen zo, en onder de Europese richtlijnen zo, dat iedere asielzoeker ook rechtsbijstand moet hebben. Maar dat hoeft niet per se meteen door een advocaat. In Nederland zijn we het gaan goalplaten door een hele asieladvocatuur erbovenop. Hoger beroep wordt niet meer mogelijk. Breng dat terug naar rechtshulp. Is in andere Europese landen vaak ook niet. Je mag in beroep gaan, het gaat om, maar je hoeft niet het ook om wat voor land willen wij zijn. Niet wat doen andere Europese landen. Ik heb het gevoel dat jij een ander land wil zijn dan dat er nu besloten is. Nee, maar ik vraag me dat gewoon af als je voor de rechtsstaat bent. Hè? En je vindt het heel erg belangrijk. En je gaat van de allerzwakste in de samenleving, mensen die vluchten voor oorlog en geweld, hun daar ga je rechten op knibbelen beperken. Eigenlijk. Nee, wij willen ruimte laten voor de mensen die het straks echt nodig hebben. Door de mensen die hier komen als gelukszoekers. De mensen die hier komen met een hele lage kans op inwilliging van een asielverzoek. Door dat eruit te zeven en een heel duidelijk signaal aan de wereld te geven. Jongens, in Nederland
krijg je het niet automatisch. In Nederland komt het niet vanzelf. En je moet de ruimte creëren. Nogmaals, wij zijn niet aan het VN-vluchten. En de mensen die vluchten voor klimaatcrisis, de mensen die vluchten vanwege honger, de mensen die vluchten vanwege geweld in hun land, zijn allemaal welkom. Dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat iedereen, de hele wereld, kan niet welkom zijn in Nederland. Vergeet niet, er is ook een wooncrisis. Vergeet niet dat er een hele hoge instroom... Nee, er is ook een hele hoge instroom. Dan denk ik, dan kom je met die wooncrisis. Ik kom toch op de cijfers en ik weet dat daar mensen achter zitten. Sinds het derde kwartaal van 2021 hebben we een voortdurend hoge instroom aan asielzoekers. Voortdurend hoog. Ongeveer tegen de cijfers van 2015 aan. Daarbovenop hebben we 110.000 plus Oekraïense ontheemden ontvangen. Terecht, hebben we allemaal goed gedaan. Dat drukt ook op de opvang. Tegelijkertijd hebben we een woonsituatie in Nederland. Dus krijgen we het behapt? Nee, we krijgen het niet. We kunnen het niet goed behappen. Daarmee ga je die wooncrisis niet oplossen, toch? Nee, daar heb je veel meer maatregelen voor nodig. En daar hebben we ook gezegd van 5 miljard in woningen. Honderdduizenden woningen erbij. Een praktische vraag. Mijn collega, Johan Derksen, wel bekend waarschijnlijk met Snor, zegt de hele tijd, als je een asielzoeker niet opneemt, kost je dat 20.000 euro. Als je omrekent wat een asielzoeker per jaar in Nederland kost, dan heb je alleen maar een voordeel bij. Je moet ze gewoon allemaal niet meer binnenlaten. Dan betaal je gewoon die 20.000 euro. Is dat een serieus op? Er is een motie ook aangenomen. Joost Eerdmans had ingediend in de Tweede Kamer onlangs. Dat relateert aan dat EU-asielmigratiepact. Waarbij die mogelijkheid bestaat dat je zomaar op het solidariteitsmechanisme, zoals het heet, dat je dus in plaats van het verspreiden van mensen die in Italië of Griekenland of zo binnenkomen, dat je zegt, je kunt dat ook afkopen. Dan wel door bij te dragen aan de opvang. Op zeer beperkt niveau kan dat. Dat kan helemaal niet met duizenden tegelijk. Dat komt omdat het gewoon... je moet wel hier met de feiten komen. En ik deel dit wel met jou, Leendert. En dat is waar ik dus net op doelde. Van die cijfertjes en het rekensommetje. Het klopt gewoon niet. Daar ben ik niet met je eens. Pak je de cijfers ze niet van het Centraal afkopen. Bureau voor de Statistiek. En je ziet dat in het eerste kwartaal van dit jaar een stijging 29% van het aantal asielaanvragen. Je ziet dus een hele hoge instroom. En je moet kijken, wat doen we eraan? En deze maatregelen proberen ook die instroom te verlagen. Wat doen we eraan? Omdat we de situatie weer moeten herpakken. De situatie is nu in een mate dat je tegen een bestuurlijke crisis aanloopt. UNHCR zegt in zijn advies aan de formatie, er is een langdurige opvangcrisis. Het EU-asielagentschap stuurt op dit moment, heeft mensen zelfs uit Griekenland naar Nederland gestuurd om de IND bij te staan met de gigantische achterstand die er zijn. Als dat de feiten zijn, dan moet er nu bestuurlijk worden ingeroepen. Anders loop je de crisis door. Ik vraag je over de spreidingswet. Heel kort, want anders is onze muziek langer dan de mensen die hun praten over in over de spreidingswet. Er zijn het COA, Vluchtelingenwerk, VNG, dus alle Nederlandse gemeenten zeggen, wij willen die spreidingswet. En wat doen jullie? Gooi hem op tafel. Ja, dat stond in verkiezingsprogramma's, om diverse redenen. Maar waar het om gaat, die spreidingswet... Maar je luistert dus alleen maar op het als het uitkomt. Nee, de spreidingswet die ziet op het spreiden van de instroom die er is. En die instroom is veel te hoog. Daar is vooral staatssecretaris Van den Burg heel druk bezig geweest, mee geweest. Waar dit nieuwe kabinet mee aan de slag moet op basis van het hoofdlijnakkoord, is veel meer te kijken hoe kunnen we de instroom omlaag brengen, zodat je ook minder hoeft te spreiden. Maar waarom wordt er dan niet geluisterd naar de VNG en naar vluchtelingenwerk en aan het COA als het over de spreidingswet gaat? Omdat die allemaal uitgaan van het staand beleid van doorstroom. Jullie weten het dan gewoon beter dan de mensen die daar als werken. Nieuwe kabinet moet pogen om de instroom omlaag te brengen. En gaat ervan uit dat ook het signaal wat wordt gegeven aan de wereld van jongens, Nederland wordt een stukje strenger, dat signaal ook die instroom al omlaag gaat brengen. Ik bedank je hartelijk, Kat. Wilfried, vind je het te grimmig worden? Nee, ik vind juist heel goed dat het grimmig wordt. Daar hou ik van. Het kan niet grimmig genoeg worden. Alleen vind ik wel, en dat merk ik bij jullie allebei, dat er weinig ruimte is voor Kat. We hebben te veel emotie. Mag ik één ding zeggen over dat grimmig? Nou. Als er één ding is waar NSC pal voor heeft gestaan in deze onderhandelingen, ook in het kader van asiel, is dat de rechtsstatelijkheid wordt geborgd. En dat we staande bedragen, VN-vluchtelingenverdrag, Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, alle EU-richtlijnen, procedure-richtlijn, kwalificatie-richtlijn, opvangrichtlijn, dat we die naleven. De menselijkheid dus. Al die vangrails, die zijn er. En daar houden we ons aan. En we hebben heel erg goed duidelijk gemaakt, heel goed afgesproken. Als er bijvoorbeeld ergens iets is waarvan een rechter zegt, dat kan niet, dan kan het dus Nou, dan gaan we zien toch in wat voor menselijk land we gaan leven. Ja, dat was hem. Van NSC, goed dat je er was.